Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, welkom. Hoi, dag Thomas. Met nieuws uit en over Iran. Want Iran stelt Israël aansprakelijk verantwoordelijk voor een aanslag op gaspijpleiding. Was al vorige week, hè? 14 februari, ja, meen ik. Ja. Waarom wordt er naar Israël gewezen? Nou, omdat het is best waarschijnlijk dat het zo is, om te beginnen. Want wie kun je op dit moment anders bedenken die echt een rechtstreeks belang heeft bij het ondermijnen van Iran, behalve de Verenigde Staten? En die zie ik dit niet op deze manier doen. Hoewel je zou kunnen zeggen, destijds met die Stuxnet-aanval op Iran, waarbij ze het hele nucleaire programma letterlijk hebben laten smelten, de computers, dat was een gezamenlijk Amerikaans-Israëlisch project. Maar ik denk dat de Iraniërs best eens een punt kunnen hebben en dat ze het willen treffen op het meest kwetsbare punt. Dat is namelijk een van de weinige dingen die nog lopen, namelijk de export van gas. En het is een gasleiding die is opgeblazen, waarschijnlijk opgeblazen, weet we nog niet zeker. Wat ook nog altijd loopt, en op welke manier, ja, daar zijn agentschappen voor opgericht, namelijk het Internationaal Atoomagentschap. Dat is het nucleaire programma van Iran. Hoeveel weet dat agentschap daar nog over? Die zeggen nu, vandaag, gisteren eigenlijk, we weten nu te weinig, want ze hebben een soort schema. Ze controleren dat atoomagentschap elke nucleaire installatie in de hele wereld. Dus ze komen hier bijvoorbeeld ook in Borselen regelmatig kijken hoe het ermee gaat. En dat is maar goed ook. Want dat geldt voor landen die het zogenaamde non-proliferatieverdrag hebben ondertekend, waar overigens Iran bij hoort. Dus ze horen ze ook gewoon toegang te verlenen. En nu krijgen ze dat plotseling niet. Dus de directeur van dat agentschap heeft gezegd, ja, wij wilden nu komen, en dat was ook afgesproken, en nu krijgen we plotseling allemaal berichten uit Teheran, ja, dat past niet goed in de agenda's. Dus kom over een maand nog maar eens langs, vragen, en dan zien we wel. En dat is het ene waar ze erg, ze zeggen, daar worden we nerveus van, dat bevalt ons niets. En ze zeggen, we kunnen uit de metingen die we al hebben gedaan zien dat ze met dat nucleaire programma nu echt een heel eind verder zijn. En dat ze, dat was een citaat dat stond bij Associated Press, dat ze nu ook alle instrumenten hebben, wat het ook mogen betekenen, om verder te bouwen aan een atoombom. Maar dat weten ze dan dus al wel? Dat weten ze al, ja. En ze zitten dus nu op een verrijkingshoogte van 60%. Nou, in die oorspronkelijke Iran-deal van destijds dat ging over, ik meen, 3,7%. Dat was het maximum wat ze mochten doen. 60% is nog niet voldoende om een atoomwapen van te maken. Daarvoor moet het 90% verrijkt zijn. Maar je ziet dat laatste stukje gaat veel sneller dan het eerste stuk. Dus er is inderdaad reden voor bezorgdheid. Maar die deal, Bernard, het is toch niet zo dat gedurende die deal dat agentschap altijd maar met open armen is ontvangen? Er zijn toch al heel lang spanningen over wat weten we wel, wat weten we niet? Ja, maar uiteindelijk zijn ze altijd wel geweest. En het gaat niet alleen maar om het ontvangen van de directeur, want ja, dat is maar een meneer. Het gaat om experts, en het gaat ook om andere dingen. Bijvoorbeeld in elke nucleaire installatie in de wereld hangt, als het atoomagentschap toezicht houdt, een camera. Of verschillende camera's. Gewoon, dan hoeven ze niet altijd te komen. Dan kunnen ze gewoon op dat ding zien hoe het ermee gaat. En dat vinden alle landen goed. Daar heeft Iran ook vaak tegen gepiept. Dus op sommige installaties hangt die wel. Maar bijvoorbeeld op die hele beruchte ondergrondse niet. Nou, dat zijn allemaal dingen waar het atoomagentschap zich, naar mijn idee, heel terecht of kwaad over maakt. En dit alles, natuurlijk in alle toestanden nu met Gaza en de Rode Zee. Gaza, al die onrust die er is. Dan komen we even terug op het uitgangspunt. Is het misschien wel in het Israëlische belang om te zeggen, we gaan eens eventjes een knalletje laten horen in Iran, want dat is een van de belangrijkste boosdoeners. Maar als dat agentschap zich kwaad maakt, zich zorgen maakt, wat is de uiterste consequentie daarvan? Een resolutie in de Veiligheidsraad die zegt, je houdt je niet aan de regels. Je moet dat agentschap toelaten. Ze kunnen ze niet dwingen. Zo simpel is het. Het zijn gewoon mensen die moeten normaal met visum en al worden toegelaten om hun werk te doen. Als dat niet zo is, als je er niet om komt, kom je erin, houd het op. Bernard, dankjewel. Tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.